Yo Nintendo fans! We zijn bezig met het beste grootste Pokémon toernooi ooit hier op de Naranja Academy. We moeten 4 mensen van de school verslaan. In de vorige video hebben we Jacques verslagen, dat is mijn mentor. En Clavel zegt, hey Jacques, hoorde ik dit goed? Jacques vraagt, directeur, bent u boos op mij? Oh, dit wordt een probleem. Nou, succes in de volgende battles. En we moeten nog 2 wedstrijden winnen om hier kampioen te worden. Er zijn nog maar 4 trainers over. En nu moet ik tegen Dendra. Oh, en Dendra... Die geeft les in het battelen. Oei. Dit toernooi is om te bepalen wie de sterkste trainer in de academie is, toch? Verzegt Dendra. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Er is geen betere plek voor mij om mijn kracht te laten zien. En ik hoor dat jij de reden bent dat we dit toernooi houden. Nou, dankjewel daarvoor. Nieuw kid, kampioen Rikachu. Als leraar is het mijn plicht om hier nu mijn best te gaan doen. Ik leer mensen battelen, dus ik mag niet verliezen. Ik ga alles geven wat ik heb. Oeh, let's go Dendra. Jij bent best wel cool, eerlijk. Jij bent best wel cool. En die begint met Phalanx. Ik heb nog steeds Klotsaier op de eerste plek staan. Daar kan ik niks aan veranderen namelijk. Ga ik toch maar eerst even mijn Toxic Spikes weer gooien nu. Oh, Sand Headbutt. Oei. Dendra staat er ook lekker te huppelen. Die staat heel erg blij te doen daarachterin. Ik ben benieuwd of ik dit ga redden tegen Phalanx, jongens. Want Phalanx die gaat gewoon lekker door met kopstoten geven. Krijg wel pijn door mijn Rocky Helmet. Misschien kan ik het net redden nu met Earthquake. Ik ben benieuwd. Nee, net niet. Ik denk dat het goed is om King Gambit nog even in te swappen voor de laatste klappie. Ik wil gewoon mijn Pokémon niet down laten gaan. Dat vind ik nooit leuk. Dat vind ik altijd een beetje zielig. Kijk, Zen Headbutt. Dat raakt mij natuurlijk nu niet. Mijn Iron Head daarentegen. Oh, nee. Oké. Sorry, King Gambit. Sorry. Die zag ik niet aankomen. Quaquaval, beter ben jij sneller. Beter ben jij sneller dan die Phalanx. Als jij niet sneller bent, hebben we problemen. En beter raak jij gewoon je Air Slash. Oké, toppie. Nou, staat het in ieder geval weer 1-1. Maar mijn Klotsaier is ook al bijna kapot. Ik moet mijn best gaan doen. In de vorige video vroeg ik jullie of het jullie tof lijkt als ik de nieuwe Hogwarts Legacy game straks ga spelen. Oh, wacht even. Tauros. Dark-type. Ja, goed. Dan kunnen we Quaquaval houden. Oeh, die ziet er cool uit met die rode strepen. Maar de vraag van vandaag is... We kunnen natuurlijk ook een challenge gaan doen in Pokémon. En dan bedoel ik natuurlijk Scarlet of Violet. Hij is Fire-type, hè? Nou, dan ga ik Liquidation doen. Nee, waarom ben jij sneller? Anyway, we kunnen een challenge gaan doen. En als we een challenge gaan doen, wat zou dan een leuke challenge zijn? We hebben natuurlijk ook al Fire Only gedaan in Pokémon Sword and Shield. We hebben Water Only gedaan. We hebben Nuzlocke Challenges gedaan. Wat zouden we hier nou eens kunnen gaan doen? Ik weet nog niet zeker of ik dat ook echt wil gaan doen. Maar het is een optie. Oeh, ik moet nu tegen Medicham. Dat vind ik altijd een hele goede Pokémon. Heb ik altijd moeite mee. Maar ik heb nu een Flying Type bij me. Dus ik ga voor Kyloatrell. Daar is die Medicham. Oké, Hurricane, let's go. Alsjeblieft, raak hem. Ja, lekker. We raken hem ook. Hurricane op Medicham. Ja, kijk, met Flying Types kunnen we hem wel verslaan. Maar normaal gesproken heb ik altijd heel veel moeite met Medicham. Lekker gedaan, Kyloatrell. Oh, nog een Tauros. Dan zal dit wel die Water Type zijn, denk ik. Want je hebt een Fire Type, een Water Type en een Dark Type. Ja, kijk, zie je, dit is de Water Type. Die heeft een soort van baard met blauwe stipjes. Ja, wel vet, man. Die verschillende vormen van Tauros in deze game. Hoppakee. Discharge erbovenop. Ja, dan is deze Tauros ook weer verslagen. Soepeltjes. Volgens mij ben je aan je laatste Pokémon, toch? Is dat Hawlucha? Dan blijf ik even bij deze Pokémon. Hawlucha is ook cool, man. Oh, dat is nog niet je laatste. Ik ga voor Dual Wingbeat en dan hoop ik dat dat genoeg is om hem te verslaan. Nee. Ik had misschien toch voor Hurricane moeten gaan. Wat gaat Hawlucha doen? Rock Top! Oh, lekker. Goed gespeeld. Ik word er ook langzamer door. Ja, dit is nice. Hawlucha is nu ook sneller. Oh, eerlijk, dit is goed gespeeld, man. Nu moet ik raken met Dual Wingbeat. Ja, oké, lekker. Maar mijn Kyloatrell, die kan ik niet zo heel goed meer gebruiken nu, denk ik. Wel gewonnen. En nu Hariyama. Oeh, ja, dan wil ik eigenlijk toch hier blijven. Alhoewel, ik kan ook voor Annihilate gaan. Nee, we houden vol. We gaan het proberen met Kyloatrell. Daar is die. Dan gaan we Terrestrializen en Hurricanen. En dan moet dat in één keer genoeg zijn. Ik ben in ieder geval wel sneller. Het enige ding is dat ik hem moet raken. Let's go, Kyloatrell. Mooie ballonnen op je hoofd. Oké, Dendra, daar ga je. Je hebt me te goed leren battelen, Dendra. Je hebt me geleerd om risico's te nemen. Dat is precies wat ik nu ga doen. Het is wel een gecalculeerd risico, want ik heb nog best zoveel Pokémon over. Maar toch, Hurricane raakt hem.
raken we hem zo hard dat hij in één keer kapot is. Deze Hariyama. Let's go. Ja hoor. Ja hoor. Het risicootje heeft geholpen. Heeft gewerkt. Hariyama is down. Kylo Astro heeft gewoon 3 tegenstanders uitschakeld. Lekker gedaan, jongen. Toch wel een goed Pokémonnetje, hè, jongens? Sorry, Dendro. Nou, ze vinden het niet erg zo te zien. De winnaar van de 3e ronde is Rikachu. No way. Ik ben hem verslagen. Maar ik heb nog steeds iets geleerd van deze Pokémon. Ik heb heel veel kansen om nog te groeien. Ook wij volwassenen leren nog elke dag. En daarom weten we waar we het over hebben als leraren. Bedankt voor deze battle en doe je best. Osu, osu, osu. Ja, de laatste wedstrijd van dit toernooi. Misschien wel de allerlaatste battle in deze serie. In deze Pokémon-serie. En dan moeten we ongetwijfeld tegen Geeta. Dat kan haast niet anders. Ja, want die doet ook mee. De top champion Geeta. Ja, nu zal ze wel beter haar best gaan doen dan in de finale, denk ik. Want daar ging het best wel makkelijk. En Geeta zegt, ja, dit, gewoon deze battles, dit toernooi, dit ding is bijna gewoon mijn ideale wereld. Als voorzitter van de Pokémon League en de Academie vind ik deze situatie echt heel erg tof. We zullen elkaar pushen naar grotere hoogtes. Kom, kampioen Rikachu. Onze battle zal iedereen inspireren die naar deze battle kijkt. Zullen we laten zien hoe sterk wij beiden zijn? Oh yeah, Geeta. Zeker weten. Zeker weten. Daar gaan we. Met wie begin jij? Met Espatra. Een van de lelijkste Pokémon in deze nieuwe generatie, als je dat mij vraagt. Ik ga gewoon weer voor Toxic Spikes. Oeh, Lumina Crash. Dat ziet er intens uit. Is ook gewoon super effective, potverdorie. Vind ik niet cool. Vind ik niet leuk. Ghost, Dark en Bug zijn super effective op haar. Zal ik switchen naar King Gambit? Zal ik het gewoon weer een keer proberen? Of was dat net een fairy type move? I don't know. Ik weet niet of ik dit goed doe. Misschien ben ik nu al aan het falen. Wat is Lumina Crash? Oeh, lekker. Ja, dat is die doet het niet op mij. Heel nice. Dan is het Psychic. Dat is top. Oké, je gaat jezelf beschermen. Tegen physical moves. Slim, als je inderdaad weet van ik kan niet zo heel veel doen. Daardoor overleef je nu deze klap. Dus dat is goed gedaan. Oh, oh. Dazzling Gleam. Valt mee. Kowtow Cleef, hoppakee. 1-0. Tegen kampioen Geeta. Tegen de voorzitter van de Pokémon League. Ja, nu Avaluk. Ice-type. Dan gaan we eens even switchen naar Annihilate. Die heeft nog niet zoveel gedaan tijdens dit toernooi. Die heeft een beetje kunnen chillen gewoon. Nou, laat maar even zien wat je kan, Annihilate. Avaluk. Grote rotsblok. Dat is wel een kleine Avaluk, zo te zien. Die is niet zo groot. Die kan je hebben. Let's go. Close combat. Let's go. Hier ga je hem sowieso maar slopen, wou ik zeggen. Maar ja, dat werkt best wel goed blijkbaar. Die lightscreen die ze hebben neergezet. Of die reflect, wat was het? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oké. Avaluk is wel poisoned. Ik denk dat mijn Annihilate dit allemaal niet gaat overleven, als ik heel eerlijk ben. Want ik word nu nog zwakker. Zie je, mijn defense gaat verder naar beneden. Special defense gaat naar beneden. Avaluk gaat weer Earthquake. Ik denk dat hij mij nu sloopt eigenlijk. Oh, 1 HP over. Wat een geluk. Oké, dan mag je nog 1 keer aanvallen en daarna moet je heel snel terugkomen. 1 HP'tje over. Oh, dat was echt zo lucky. Maar wel gewonnen van Avaluk. Goed gedaan. Reflect is nu gestopt in ieder geval. En ik moet nu tegen Go-Goat. En dan gaan we Sea-Titan weer eens pakken. Ja, Geeta. Ja, volgens mij ben ik een beetje aan het winnen van jou. Wat ziek idee. Nemona staat er achteraan de zijkant te juichen in de achtergrond. Die is er helemaal blij mee. Die is helemaal enthousiast. Hoppakee. Ice Spinner, er bovenop. Go Goat, ook down. Easy, nu tegen King Gambit. Ja, dan moet ik gewoon Quackervel pakken met Close Combat. Die is 4 keer super effective, dan gaan we hem nakken. Daar heb je echt Fighting type moves voor nodig. Ground type moves kunnen op zich ook goed werken. Maar ja, dit moet wel lukken hoor. Dit gaat sowieso goed komen, lekker. Dit kan niet anders, hoppakee. En dan is Geeta volgens mij toe aan haar laatste Pokémonnetje. En dat is Veluza. Is dat wel de laatste Pokémon eigenlijk? Ze had toch ook nog, hoe heet die nou joh? Die gekke Pokémon die we in die grot in Area Zero tegenkwamen. Veluza is die Water-type, toch? Ja. Oh, je hebt er gewoon nog 2, joh. Oh, joh. Oké. Nou, Veluza, denk ik dat ook niet heel veel moeite gaat kosten. Nee, ja, dit gaat allemaal best wel makkelijk. Mijn moeilijkste battle was oprecht met de gymleader Tulip. Daar had ik zoveel moeite. Nu moeten we tegen Glimora. En het begint ook nog te regenen. Nou, dan ga ik sowieso voor Quackquaffle. Laten we dan maar met mijn starter Pokémon ook deze serie gaan eindigen. Let's go, Quackquaffle. Ouwe Dancing Queen. De finale is gewoon in de regen, joh. Terrestrialize. Liquid. Maar die Pokémon van Geeta is gewoon sneller. Tuurlijk, Geeta. Oké. En in welk type ga je dan terrestrializen? Want misschien gaat dit nog wel fout. Nee, volgens mij is dit inderdaad rock, steen. Ja. Nou, daar gaan wij dan ook. Super Eend. Here we go. Oh, man. Wow.
Dazzling Gleam op mijn hoofd. Liquidation op jouw hoofd. Ja, ik denk in eerlijk gezegd dat het gewoon in één keer klaar is. Het is ook in één keer klaar. Gita is verslagen. Wij hebben dit fantastische toernooi gewonnen. Doei, Glimmora. Bye bye. Hoppakee, level 73 geworden. Ja, Gita. De toekomst van Paldea is bright. Ja, fel is dat of zo, maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen gewoon dat het er goed uitziet voor Paldea. Krijg nog 13.000 monies. Lekker, man. Lekker. Ongelooflijk, dames en heren. De winnaar van dit toernooi. En de sterkste trainer in de hele academie is kampioen Rikachu. Oh ja, Nemona is ook blij voor mij. Rikachu, Rikachu. Iedereen juicht. Ja, nou ja, dat is een fantastische dag, joh. Dankjewel. Ik word er bijna emotioneel van. Ik wil graag iedereen bedanken die dit fantastische toernooi mogelijk heeft gemaakt, zegt Clavel. Iedere trainer heeft het fantastisch gedaan. We leren lessen vanuit traditie. We worden sterker en groter. Dat is het motto van de Naranja Academie. En dit toernooi heeft echt laten zien waar wij voor staan. Nou, ik ben me ervan bewust dat mijn speeches vaak heel lang zijn, dus ik zal het kort houden. Ik geef nu het woord aan de voorzitter Gita. De vriendelijke rivaliteit van de trainers. Het juichen van het publiek. Dit zijn de perfecte ingrediënten voor de academie. Nee, voor de Paldea-regio. Om levendig en vol energie te blijven. Kampioen Rikachu was sterker dan iedereen. En ik weet zeker dat hij zijn best doet om elke dag beter te worden. Ik hoop dat de Paldea-mensen geïnspireerd blijven door elke trainer die hier was. En dat er nog heel veel kampioenen zullen gaan zien. Ik wacht af op de momenten dat we nieuwe kampioenen krijgen. En Clavel zegt dankjewel, Gita. Dit mooie toernooi is tot een einde gekomen. Maar dit evenement lijkt me een mooie manier om de band tussen de staf en de studenten wat te verlengen buiten de muren. Dus het Academy Ace Tournament zal niet eindigen als een eenmalig ding. Nee, dit wordt gewoon voortaan heel vaak nog gehouden. Wow, iedereen is blij. Yeah, iedereen gaat meedoen. Dan kan Nemona natuurlijk ook meedoen. En die zegt zeker weten, zoiets fantastisch zou ik niet willen missen. Het toernooi is ten einde. Dankjewel voor het joinen en tot de volgende. Jee, dankjewel, zegt iedereen. Nemona en ik staan nog even in de hal na te babbelen. Ze zeggen, Rikachu, je hebt het gedaan. Gefeliciteerd. Ben zo blij dat het je gelukt is. Oh, en hier is je prijs. Een sportcap van de Pokémon League. Is wel ultieme beloning voor mij. Gewoon een nieuwe pet. Vind ik gewoon vet. Dankjewel. Dus nu ben jij de sterkste van de school. Maar wacht maar, wij gaan nog een keer battelen. De volgende keer. En dan zal ik winnen. En bij de balie kunnen we nog een toernooi doen. Weet je, Rikachu? Ik ben zo blij dat je naar Paldea bent gekomen om mijn rivaal te worden. Ik meen het. Inderdaad. Nou, ik ben er ook heel blij mee hoor, Nemona. Zie je snel op het battleveld. Oké, doei. Oh, mijn telefoon gaat nog even, jongens. Mijn telefoon gaat nog. Hallo, hallo. Dit is Jacques. Gefeliciteerd dat je het toernooi hebt gewonnen. Ik ben trots op jou als mijn student. Hij komt nu tot het punt. Er zijn nu hele moeilijke Terra Raids. Wil je ons misschien helpen om die Terra Raids even te gaan checken? Ja, nou, natuurlijk, joh. Maar, ja, dit spel is nu wel echt soort van uitgespeeld, jongens. Dus terwijl ik naar buiten loop, wil ik jullie allemaal bedanken. We gaan op zoek naar nieuwe series. Er zijn weinig nieuwe Nintendo games. Dus misschien iets minder content. Maar ik blijf natuurlijk mijn best doen voor de vetste nieuwe Nintendo video's op dit kanaal. Dus als je dat wil zien, blijf geabonneerd. Of als je nieuw bent, druk op de abonneerknop. Zet het belletje aan, want dan weet je precies wanneer ik een nieuwe video upload. En like deze video. En dan zie ik jullie gewoon allemaal bij de volgende. Mazzel!